Ik vind het soms best wel moeilijk om te zijn. Dan wou ik dat voor mij het antwoord op de vraag te zijn of niet te zijn, niet te zijn kon zijn. Zodat ik eventjes in het heerlijke niet zijn kon zijn. Maar dan ben ik natuurlijk gewoon nog steeds. Want ik ben hier. Ik ben zonder schoenen. Platte schoenen of hoge schoenen. Fans. Hallo? Hallo? Met Lena. Oh, hoi Anna. Ja, ik kom zo thee drinken. Ik kom maar aan. Ik pak even mijn spulletjes, ik doe even schoenen aan. En dan... Hallo! Goedemorgen! Ik stond laatst op het station, want ik dacht, het was zo ontzettend koud. En ik was op de fiets en ik dacht, ik ga gewoon met de trein met de fiets. Want het was zo koud. En ik stond op het station en ik was bezig en ik had mijn tas en ik had mijn fiets. En ik had al mijn spullen en ik keek op dat ontzettend onoverzichtelijke bord wanneer mijn trein zou gaan. En toen zag ik dat die op... En toen zag ik dat hij of over 1 minuut ging, of over 1/2 uur. Dus ik rennen. Hi liefie. Ik zal wat eten voor je pakken. Ik zal zalm voor je pakken. Of tonijn voor je pakken. Wat denk ik? Maar in ieder geval. Ik stond dus daar en ik had al mijn spullen en ik was aan het rennen en ik was aan het rennen. En ik had mijn fiets en ik had mijn tas. En ik rende en ik zag de trein al staan. Dus ik door dat irritante trappetje met al die... met dat geluid. Hoi. Oh, oma. Ja. Ik kom eraan. Ik pak thee. Nee, ik drink thee. Kies mij. Nee, kies mij. Ik ben gezond. Nee, kies mij. Ik stond dus op het station. Oh nee, ik was aan het rennen op het station. En ik zag de trein en ik ging in de trein en ik ging naar de trein en ik was in de trein. Lena, ik heb er €4,75 in mijn zak. Wanneer ga je nou eens werken? Ach, niet zo moeilijk doen. Het kind is 18. Laten we lekker genieten. Precies. Jij hebt makkelijk praten. €20 van opa en mama in de vette buik van je. Ik wil het er niet over hebben. Ik zoek werk, oké? En als jullie nou... Als jullie nou even stil zijn, dan kan ik me nog eens concentreren en ik zoek... Bernard, ja, leuk. Daar is zalm en tonijn, oké? Allebei. Ik heb het allebei voor je opengemaakt. Ik stond dus in de trein en ik was in de trein met al mijn spullen. En toen ineens herinnerde ik me dat ik geen kaartje had gekocht. Dus en ik dacht de enige manier om het ook maar even... Kies mij. Ik ga het allerlei. Ik ga zo ontbijten. En dan kies ik. En voldoende vezels waar je een hele dag voor kan. Ik weet dat je vezels hebt en ik weet dat vezels gezond zijn, maar ik kan al helemaal nu even niet kiezen. Maar ik was dus op de trein bezig en ik dacht, ik,
Ik zoek de conducteur, zodat ik kan uitleggen dat ik een kaartje vergeten ben, omdat het zo ontzettend koud is vandaag. Hallo? Het is mij. Je bent het niet zo. Ik ben het allemaal. Maar ik heb vezel. Kunnen jullie nou even stil zijn? Ik probeer je verhaal te vertellen en ik probeer naar mijn oma te gaan. En ik probeer schoenen uit te kiezen. Dus ik kom zo. Oh, Bernard. Daar is eten. Daar, alsjeblieft. En ik zei tegen de conducteur. Sorry, meneer de conducteur, maar ik ben vergeten een kaartje te kopen. En ik smeekte hem en ik legde alles uit en alles gebeurde. En het was. Oh, wat is dit nou weer? Ga uit! Bernard, alsjeblieft! Het is alsof, alle zenuwen in mijn lichaam schreeuwen. En elke voetstap op de trap klinkt als een aardbeving. En elke stem klinkt als geschreeuw. En ik wil alleen maar leeg en niks en niemand. En na uren of soms dagen, dan gaat het weer wat beter. En dan kan ik weer ademen. En dan krijg ik weer honger. En krijg ik weer zin om iets te doen.